De komende periode is het interlandvoetbal, waarbij het voor het Nederlands elftal erop of eronder is. Er moet gewonnen worden in Kazachstan en thuis tegen Tsjechië. En dan hopen en bidden dat Turkije verliest. Alleen dan gaan we naar het EK. Vandaag zijn de spelers van het Nederlands elftal bij elkaar gekomen in Noordwijk. In Noordwijk is ook collega Jim van der Del. Jim, ja, het lijkt een onmogelijke opgave op voorhand. Maar bij de spelers van Oranje zal er vast wel vertrouwen zijn. Ja Bart, de spelers zeggen allemaal dat het gaat lukken tegen Kazachstan en Tsjechië. Het vertrouwen is dus aanwezig bij de spelers. De een iets meer dan de ander. Dat heeft natuurlijk te maken met het afgelopen weekend, waarin bijvoorbeeld PSV en Feyenoord beide met 2-1 wisten te winnen van Ajax en de Graafschap. En dus zie je bij de PSV-spelers en ook bij de Feyenoorders wat meer zelfvertrouwen. Onder andere bij Elgiro Elia. De Hagenaar is na 3 jaar weer opgeroepen voor het Nederlands elftal en kwam vandaag in Noordwijk, ja, eigenlijk wel in gepaste kleding om de strijd aan te gaan tegen Kazachstan en Tsjechië. Je kleding te zien, ben je klaar om de strijd aan te gaan? Ja. Nee, ja. Dacht ik al dat je met die vraag zou komen. Nee. Maar sowieso moeten we de strijd aan gaan. Gaan twee spannende wedstrijden worden. Gaat het lukken? Dat zou wel moeten. We willen met Nederland zelf dan na het EK. Dus moeten we deze twee wedstrijden winnen en dan afwachten wat Turkije doet. We moeten ons op onszelf concentreren en die wedstrijd spelen, kans creëren en dan die doelpunten maken. En dan afwachten wat Turkije doet. We hebben denk ik onszelf onnodig moeilijk gemaakt. Dus het is nu aan ons om het recht te trekken. We willen allemaal heel graag. Dus ik ben er ook voor overtuigd dat het gaat lukken. Hoe ga je dat doen? Gaan we dat doen door de 2 keer te winnen. Met wat voor gevoel kom je hier aan in Noordwijk? Nee, voor mij natuurlijk een mooie uitnodiging denk ik. En nee, top om er weer bij te zijn. Jullie moeten zelf 2 keer winnen en dan ben je nog afhankelijk van Turkije. Hoe is dat? Ja, het is een moeilijke klus, maar ik denk dat wij wel in staat moeten zijn om van Kazachstan en Tsjechië te winnen. Alhoewel de laatste reeks niet zo goed was, maar nee, we gaan er alles aan doen. Je bent een van de weinigen die lopend komt. Nee, ik ben afgezet daar, dus dat is, ik kan niet lopen vanuit Wolfsburg. Dat is wel erg ver, hè? Het is iets te ver, ja. Met wat voor gevoel kom je hier aan in Noordwijk? Ja, goed gevoel natuurlijk. Altijd leuk om erbij te zitten, dus ik... Ik heb er zin in. Hoe groot acht jij de kans dat jullie hier plaatsen? Als wij de komende 2 wedstrijden winnen en Turkije verliest punten, ja, dan zijn we geplaatst. Dus wat ik zeg, wij moeten ons focussen op onszelf. En dat is al een zware klus, want de komende 2 wedstrijden zijn gewoon zwaar. En tijdens die wedstrijden is Elia weer van de partij. Hij werd zondagavond laat gebeld met de mededeling dat hij contact moest opnemen met de teammanager van het Nederlands elftal. Ja, ik was best wel geschrokken. Ik werd in één keer gebeld door Gio. En we gingen een beetje over de wedstrijd praten. En toen zei hij tegen mij, voor wat bel ik je nou echt, denk je? Zei ik zou het niet weten. Zei hij, je moet Hans bellen. Zei ik, wie Hans? Zei hij, ja, Hans Jorisma. En toen zei ik zo, hè? Zei hij, ja, het kan snel gaan. En toen belde ik Hans op. Ik wou gewoon zo goed mogelijk spelen. En ja, als het ervan kwam dat ik opgeroepen zou worden door Nederland zelf, dan moet het gebeuren. Als het niet zou gebeuren, dan niet. Maar ik heb er geen rekening mee gehouden en het is sneller gegaan dan ik had gedacht.